Een woning aan de Willemsweg in Nijmegen, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, is donderdag gesloten op last van de burgemeester. Het huis gaat vanwege veiligheidsrisico's voor minstens 2 weken op slot. Bewoners werden hier woensdagnacht rond 4:30 wakker van een keiharde knal. Door een explosief liep de voordeur van nummer 52 grote schade op. Volgens omwonenden is het de afgelopen tijd vaker onrustig. Er werd de afgelopen tijd al vaker politie gesignaleerd bij het adres en buurtbewoners hoorden ook schoten. Het zal je maar overkomen. Je leidt een rustig leven en ineens is je buurman doelwit van een onbekende dader. Buurtbewoners reageren niet enthousiast. De buurt wordt als onveilig beschouwd. Mensen zien drugshandel gebeuren op klaarlichte dag, horen schoten, zien gevechten en nu dus ook mogelijke explosieven. Burgemeester Bruls laat weten dat het afgaan van het explosief niet op zichzelf lijkt te staan, maar dat de acties gericht lijken op een persoon die in de woning woonachtig is. Wat ook een gevaar oplevert voor de andere bewoners van het pand en omwonenden. Hierdoor is gekozen om het pand deels te sluiten en de bewoner momenteel ergens anders onder te brengen.